Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Backstage. Voor deze aflevering zijn we afgereisd naar Arnhem en Arnhem dat is de thuisbasis van een dansgezelschap die al sinds 1971 garant staat voor een hoogkwalitatieve dansvoorstelling. Op dit moment toeren zij door Nederland met hun show Hartslag, een voorstelling vol passie, hartstocht en zuidelijk temperament. Op 27 oktober kunt u hartslag zien bij ons in Apeldoorn in Theater Orfeus. Vanavond praat ik met Racine Arts. Een van de dansers uit de voorstelling Hartslag is Rasheen Arts. Welkom. Hallo, welkom. Je zweet nog op je voorhoofd staan. Je komt net uit de repetitie. Heel druk aan het repeteren voor de voorstelling Hartslag. Hij is al in première gegaan een aantal weken geleden. En 27 oktober staan jullie hier in, in Apeldoorn in het theater Orfhuis. Ja, Je bent ook een beetje het boegbeeld voor introdans. En zeker voor de voorstelling Hartslag, want jij bent de jongen van de posters. Dat ben ik, ja. Um, dat had ik zelf ook niet verwacht. Het is mijn tweede seizoen bij Introdans. Dus ik heb dus vorig seizoen in februari auditie gedaan en uh, aangenomen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Um, het ging vrij snel voor mij, want uh, vorig seizoen hadden we het jubileumjaar, 40 jaar bestaan van het gezelschap. En nu met het twee, tweede seizoen, met deze mooie productie, Hartslag, ben ik gevraagd om op de post te staan. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het is een prachtige voorstelling, uh, vol passie, met uh, veel Spaanse invloeders en twee, twee Spaanse choreografen. En um, waaronder ik een duet dans met uh, Anna Carvo Gomez. Het duet Nacho de Wato, het genaamd heet Corperdut. Prachtig duet, vol passie en um, Dut betekent last heart. Uh, verder doen we nog een stuk het heet Povos muero. Dat betekent I'll die for you, voor jou zal ik sterven. En um, mede-Spaans choreograaf Caetano Soto. Het, is het eerste stuk, de opening van de voorstelling, het heet Fugas. Het gaat over... Um, ja, fugas betekent... Um, het is een hele sne ontzettend snel, zeg maar fugas van fest. Uh, omdat het gaat over zijn overleden broertje. En, uh, maar goed en slot als slot Thierry Malandens ballet Bolero op uh, muziek van Ravel heel bekend maar ik vind het zelf een hele mooie productie uiteraard maar een mooie samenstelling komt goed overeen met elkaar. Ja. Het is dans, klassiek ballet, dans. Maar het is ook een heel verhaal, zoals je het vertelt. Hè? En dat verhaal dat komt ook echt bij, bij het publiek over? Ja, absoluut. Het is zo. Um, er zijn momenten, je zit gewoon op een puntje van je stoel. Dus Sommige muzieken komen. Delen de uit de muziek komen bekend voor, voor het publiek. Ik vind dat het niet. Het is geen ballet waar, waar je echt een kenner voor moet zijn. Het is geen voorstelling dus waar je een kenner voor moet zijn om het te kunnen begrijpen. Het is voor jong en oud. Um, begrijpelijk, zeg maar. Het is heel, het is heel open. Hoe reageert het publiek op een dansvoorstelling? Ik kan me voorstellen als je naar een concert van Rob de Nijs gaat kun je lekker meezingen, meezwaaien met een aansteken misschien. Uh, hoe reageert het publiek bij een dansvoorstelling? Mag er ook gedanst worden? Gaan mensen meedansen? Of, of, ja, ik hoe, hoe moet ik dat voor, voorstellen? Het mooie is aan deze productie voornamelijk dat je je eigen interpretatie aan alle vier de stukken kunt brengen. Dus voor iemand die ja, het heeft ook te maken met de, de, de experience in life. Je kan jezelf ook terugvinden in een bepaald ballet. En dat maakt niet uit welke van de vier dat is. Dat vind ik een mooi aan theater. En dat, dat houdt theater ook zo respect voor. En het is gewoon je eigen inbreng ook. Je kijkt naar bewegend kunst en je hoeft niet per se mee te zingen. Je, mag, je kan meeneuren, maar je, je voelt het mee en je fantaseert mee. Dat, dat is wat het publiek zeg, maar kan doen. Zeg maar. Een paar weken geleden las ik een prachtige recensie in de krant. Dat was net na de première in, uh, in Arnhem in de Schouwburg. Uh, dat zelfs het publiek bij binnenkomst van de zaal al meenuriede met de bolero. Ja. Nou geweldig lijkt me dat als je dan daar achter dat doek staat en, en je hoort het publiek al meenurieën. Ja, Wat het is prachtig. Dat is ontzettend mooi. Maar dat brengt ook enige spanningen voor de dansers en heel intro-dansen zelf, omdat het iets bekends is wat het publiek dus al weet. En dat dan, ligt het, dan is het aan ons om het ook echt te bewijzen, dat wij die muziek kunnen overbrengen. Het is zo uh, decrescendo, zeg maar, het is, het, gaat zo, het, is, het is zo opbouwend en powerful en dat is dan aan ons ook om dat te bewijzen aangezien het publiek van de muziek af weet. Ik zag jou op de posters en ik dacht: van die jongen komt me heel bekend voor. Want je hebt ook meegedaan aan een ja, danswedstrijd op tv vorig jaar. Een van de vele danswedstrijden tegenwoordig die er zijn. Uh, welke was dat? De Ultimate Dance Battle was uh, de eerste, eerste seizoen ook van het uh, programma. En uh, ja, daar deed ik aan mee. Uh, Niet gewonnen hè? Of ja, jammer. Ja, maar tweede geworden uiteindelijk. Maar het, gaat dus, het ging dus meer om de choreograaf en niet om de dansers zelf. Dat was een van de redenen waarom ik aan dat programma meedeed en niet aan So You Think You Can Dance als voorbeeld. No offense. Maar ja, nee, ik was een mooie ervaring. En ik heb voordat ik daaraan meedeed auditie mogen doen uh, bij Introdance. En uh, laatst te kreeg ik dat ik uh, een contract aangeboden kreeg. En ik heb vervolgens meegedaan aan de Ultimate Dance Battle. Want de auditie van Intro was in februari. En uh, het seizoen begint altijd in augustus. En het programma zat daar net tussenin voor drie maanden. Dus het was een mooie opvulling. En ik vond het wel leuk om eens Ve Veel geleerd, zei je al? Veel ervaring opgedaan? Stijlen geleerd, zoals hip-hop en jazz en van alles wat. Super, dat was echt leuk. Ja. Ik, ik, ik neem aan dat jij zo, zo goed met dansen bent en, en al jaren danst, dat je als kind ja, van kind af aan eigenlijk al dansen wilde worden. Of had je als jongetje toch ook wel zoiets van nou, voetballer of brandweerman? Of ben je altijd wel ja. hè, danser geweest? Ja, als aan heb ik uh, gezwommen. En ik ben uh, op een amateurschool met dans begonnen op mijn elfde. En uh, vervolgens naar een uh, vooropleiding dansen gegaan. Dat is wat professionele. Vond dus vooropleiding in Tilburg. Dus dat heb ik vanaf mijn twaalf tot zestien, jaar, nee, ook van elf tot twaalf gedaan. Of van elf tot, tot zestien, mijn excuus is. En vanaf mijn zestiende jaar ben ik naar de Nationale Ballet Academie gegaan in Amsterdam. Tot negentien. En uh, toen was ik afgestudeerd. Toen ging ik het werkveld in. Ben ik naar Chicago verhuisd. Balletgezelschap daar gedanst voor een jaar. Vervolgens teruggekomen. TV-programma gedaan. En nu bij Introdans. Ja, en in, in, je jonge, hè, in je jonge leven, want je bent een jaar of 22? Yes. 20 jaar oud. <laughs> jong. 22 jaar jong. En dan al zoveel gedaan eigenlijk. Um, volgens mij is dansen op jouw niveau echt een topsport. En ik denk dat je ook heel veel voor moet doen en vooral ook voor moet laten. Um, hoe ziet jouw ja, gemiddelde dag eruit? Ben jij elke dag hier bijvoorbeeld aan het repeteren hier bij Introdans? Ja, um, wij beginnen normaal gesproken om tien uur s ochtends. En repeteren aan um, de stukken die wij in de productie doen. Nu als voorbeeld dat de première is geweest, um, wordt het eigenlijk nog zwaarder, want we kennen de productie nu en we gaan aan een tour beginnen. Dus nu, uh, um, de tweede productie uh, gaat in februari in première en daar gaan we zo meteen ook al aan beginnen. Dus je begint s ochtends aan een nieuwe productie die nog in première moet gaan en vervolgens ga je rond vijf uur met de bus van Interdans op tour. En dan doe je s'avonds de productie van Hartslag. Dus er uh, komen heel veel overlappingen. Ook, uh, in, uh, Ik zei het al, topsport echt hoor. Ja. Heel veel informatie naar je toe gegooid. Maar dat, dat houdt leuk en dat houdt je bezig. En daar doe ik het voor. Je moest ook veel later zijn. Uh, moet je ook rekening houden met, met voeding bijvoorbeeld? Uh, ja, uiteindelijk wel absoluut. Maar wie moet dat niet? Maar ik moet zeggen dat ik... Uh, ik, ik hou van eten hoor. Ik kom uit Jamaica en ik uh, kan er wel wat van. Maar je moet absoluut uh, letten op goede voeding. En um, je moet het goed verdelen. En ja, wat hij zei, uiteindelijk is het voor iedereen belangrijk. En ja, wat je vooral ook laat, is je familie, je vrienden. En ja. Heb je nog wel een sociaal leven? Of wordt dat wel een heel, uh, op een heel laag pitje? Nee, het ja. Voor sommigen kan het een heel laag pitje worden, maar nu dat ik eindelijk dans in Nederland zelf, omdat ik hier voorheen in Chicago en Parijs heb gedanst, heb ik nu wat meer tijd voor mijn vrienden en familie die hier niet, die in u hier vandaan wonen. Dus dat is fijn voor mij, maar voor mijn collega's die uit Spanje komen of waar dan ook, we hadden Australiërs en Amerikanen en daarvan kan ik begrijpen dat het wat zwaarder is, zeg maar. Maar ja, het hoort bij het vak. Uh, jullie toeren door, door heel uh, Nederland, eigenlijk. Hè, jullie staan 27 oktober in, in, in Apeldoorn. Uh, Kun je in het kort even zeggen waarom het publiek naar het theater moet komen om deze voorstelling hartslag te gaan, uh, gaan bekijken. Um, <laughs> waarom ik denk dat uh, het, het publiek, nu dat de mensen uit Apeldoorn en omst om, omgeving Apeldoorn naar deze productie moet komen, is omdat ik vind dat. Interlands met deze productie zichzelf heel erg openstelt. Het is, uh, het ballet zelf is ook vrij naakt qua kostuums, maar ik vind het, het gaat vrij diep, alle vier de stukken, en het is anders dan wat wij hier voorheen gedaan hebben. Dus dat, het is minder feestelijk, het is even een, het is een vrij serieus, maar er zit ook nuchter, Spaanse nuchterheid in het spel, en, het is gewoon een prachtige productie en het zijn vier totaal verschillende balletten. En um, zoals ik al zei, de toeschouwers, het publiek zou hun eigen interpretatie aan ieder stuk kunnen geven in wat hij of zij in zijn of haar leven heeft meegemaakt. En het is, het, is een heel, het is een heel mooi, maar ook diep en toch ook makkelijk ballet, productie in het geheel, vind ik. Het is, het is begrijpelijk, het is, het is niet moeilijk. Racheen, dankjewel. Je moet weer verder met repeteren. Heel druk schema ook vandaag. Dankjewel voor je tijd. En wilt u deze prachtige voorstelling zien, Hartslag? Dat kan dus 27 oktober bij ons in Apeldoorn, Theater Orfeus. Voor meer informatie kijk op de website www.orfeus.nl of bel met het bespreekbureau 0900 123 0123. Graag tot een volgende Backstage.